Nieuw onderzoek geeft meer inzicht in de leefbaarheid van exoplaneten die heel dicht bij elkaar staan. De afgelopen jaren ontdekken onderzoekers de ene na de andere planeet. En soms wijst alles erop dat leven op die exoplaneten mogelijk is. De planeten bevinden zich dan in de leefbare zone, een denkbeeldige zone rond een ster waarin vloeibaar water kan bestaan. Het kan zelfs zijn dat in een leefbare zone rond een ster twee planeten cirkelen. Maar wat voor invloed heeft dat op de leefbaarheid van die planeten? Wetenschappers hebben dat nu uitgezocht. Kepler-3-6. De onderzoekers kwamen op het idee om hier onderzoek naar te doen toen ze zich nog eens over Kepler-3-6 bogen. Dit systeem bestaat uit een ster en twee planeten die ontzettend dicht bij elkaar staan, zie afbeelding bovenaan dit artikel. De ene planeet doet er 13,8 dagen over om een rondje rond de ster te voltooien. De andere heeft daar 16,2 dagen voor nodig. Op het moment waarop ze het dichtst bij elkaar staan, is de afstand tussen de twee planeten slechts 1,9 miljoen kilometer. Dichtbij het is heel intrigerend om je een systeem voor te stellen waarin je twee aardachtige planeten hebt die naast elkaar om een ster draaien, vertelt onderzoeker Jason Steffen. Als we sommige van de systemen die we met Kepler hebben gezien, opschalen naar de grootte van de baan van de aarde, dan zouden de twee planeten wanneer ze het dichtst bij elkaar staan slechts een tiende van 1 o, astronomical union, de afstand tussen de aarde en de zon, pret. Van elkaar verwijderd zijn. Dat is slechts 40 keer de afstand tot de maan. Ter vergelijking, Mars is altijd meer dan 200 keer de afstand tot de maan van ons verwijderd. Obliquiteit als twee exoplaneten zo dicht bij elkaar staan, dan roept dat vragen op. Bijvoorbeeld over de obliquiteit, de axiale variatie. De as van de aarde staat niet recht, maar iets, 23,5 graden, schuin op het omloopvlak.
Het zorgt er onder meer voor dat we seizoenen hebben en dat het klimaat op aarde prettig is. Als de obliquiteit van de aarde net een paar graden anders was, was het heel anders geweest. Dan zou het bijvoorbeeld zomaar continu heel erg koud kunnen zijn op aarde. Maar hoe zit dat met twee exoplaneten die heel dicht bij elkaar staan? Trekken zij niet zodanig aan elkaar dat hun obliquiteit continu verandert en het klimaat er onstabiel is en wellicht zelfs leven onmogelijk maakt? We ontdekten dat de obliquiteit van planeten in systemen met meerdere...